De eerste kilometers met de Renault Trucks T-High Evolution en dan de Turbo Compound uitvoering, 480 pk. Het is een hele mond vol. En het is de Renault T-Evolution zoals we hem al kenden, met die mooie nieuwe koplampen en met dat prachtig verstelbare stuur. En we gaan kijken wat hij doet met onze geladen Pacton opleggen. Het is een mooie complete auto, heeft een keurige ACC met verschillende standen. Heeft ook twee standen voor de cruise control, vind ik zelf erg handig. Dan kun je bijvoorbeeld de ene afstellen, de S1 op 50 en de S2 op 85. En dat onthoudt hij ook, dus ook nadat je de auto uit hebt gedaan, heeft hij nog steeds die standen onthouden. Ja, het is wel een hele slimme auto en hij heeft wat eigenaardigheidjes in de bediening. Daar moet je even aan wennen. Maar als je daaraan gewend bent, is het toch een heerlijke auto. En het is niet voor niks dat comfort een Frans woord is, zullen we maar zeggen. Een van die dingen in die Renault waar je toch even aan moet wennen is de bediening van de cruise control. Dat doe je met een knop op je dashboard. Daar kies je de verschillende modus. En dan heb je op je stuur een knopje met on, met off en reset. En S1, S2, dat is voor de verschillende instellingen. Maar de snelheid, en dat is even een trucje, die stel je in hier. Achter het stuur zit een knopje en daar stel je de cruise control snelheid mee in. En dat knopje achter het stuur, daar kun je lang om zoeken natuurlijk. Ja, en zoals je ziet een gezellige draaistoel erin, een lekkere dikke matras. Overal kastjes, klepjes, vakjes, dus je kunt goed je spullen kwijt. Heeft ook een prachtige koelkast, er kan ook lekker veel in. Alleen, dat is dan toch wel weer een dingetje, op het moment dat die stoel gedraaid is, gaat de koelkast niet meer open. Dat is een beetje jammer. Maar goed, verder weinig op aan te merken. Je hebt heel veel ruimte, mooie bovenkasten en plek om spullen neer te leggen. Het enige wat eigenlijk ontbreekt is een soort ontbijttafeltje. Of een tafeltje waar je met je laptop even kan werken. Dat heeft hij dan weer niet.